Dit weekende ging de tennis-eredivisie voor clubteams van start. Viermaal achtereen werd het Haagse Leimonias landskampioen. En ook dit jaar behoort het team op het park aan de Klattenweg tot een van de favorieten. Zaterdag stuitte Leimonias op een andere play-off kandidaat, het Amsterdamse Amstelpark. Heb je dan ook verwachtingen voor dit seizoen als je kijkt naar de andere teams? Daar staan grote namen op. Ja, nou goed, dat is elk jaar. Hè. Elk jaar kijken we er ook naar. En ik denk dat we een aantal favorieten zijn gewoon de play-offs. En daar spelen we vandaag tegen, denk ik ook. Amstelpark is altijd gewoon een goede naam, goede spelers. En dat is ook Lobbelaar met een mooi team, een Nederlands team. En ik zeg ze altijd zeker. En het Metsen, ik bedoel, wil ik zeker even noemen. Metsen, leuk dat ze absoluut meespelen in de Eredivisie. Gelukkig, want ik vind de Metsen een absoluut Eredivisie club ook. Ze hebben natuurlijk een fantastisch toernooi, Challenger toernooi, waar we ook graag gaan kijken. Maar ik ben blij dat ze ook Eredivisie gaan spelen. En dat is natuurlijk volgende week hier. Dus dat vind ik ook wel sowieso leuk om naar uit te kijken. En ja, de rest van de ploegen, ik denk dat het gewoon een goede competitie wordt. Onze kracht heeft eigenlijk nooit gezeten in de sterkste spelers halen voor de Eredivisie. Het zit meer in het formeren van een team. En dat kan je beter doen met spelers die bij elkaar passen, die elkaar kennen, die bereid zijn om in die twee weken een teamprestatie neer te zetten, dan dat je met allerlei toppers gaat werken. En wij denken dat we met deze spelers daar... we hebben het eigenlijk bewezen de afgelopen jaren, maar we denken het nu ook alweer te kunnen gaan fixen. Wat is jullie kracht dan? De kracht is zo dat we de spelers over elkaar goed kennen. We volgen het hele jaar. Het is niet zo dat mensen komen hier aanvliegen 3 weken en dan zeggen, ja luister, hoe is het met jullie? Nou, we volgen dat gewoon heel jaar door. We hebben contact met de mensen. Er is gewoon echt wel een band met de spelers. En dat is natuurlijk wel ook een voorwaarde voor een team te creëren. Achter je staat ook een nieuwe speelster te spelen. Ja. Wie is dat? Dat is Corina Dentoni. Een 23 jaar oude of jonge Italiaanse speelster. Dat is een trainingsmaatje van Alberto Brizzi. En via Alberto zijn we naar haar gekomen. Ze wilde graag naar ons toe komen. En we zijn heel blij dat ze er is. Ik heb er nu even een paar dagen mee mogen maken. Het is een fantastische speelster. En een heel prettig persoon om bij je groep te hebben. You stay here for 2 weeks. That's right? No. I will stay just for 3 days. I will play today, tomorrow and Wednesday. Then I have my tournament to play. And I hope we can reach the playoffs and come back to play the 8 and 9. We will see. I have to speak with the fan and let's see what's happening. Gelukkig hebben jullie ook nog Eva Wakano, die staat op dit moment te spelen. Wat is dat voor een speelster? Ja, Eva is een Nederlandse speelster. Speelt goed, maar heeft wel een blessureperiode achter de rug. Vorig jaar toen belde Mark Paul, mijn trainer, eigenlijk op het laatste moment dat ze nog spelers nodig hadden. Of een speelster. En ik had op dat moment had ik nog geen club in Nederland. Dus eigenlijk heb ik meteen ja gezegd. En zodoende. Gezellige, prettige meid om bij het team te hebben, absoluut. En ook iemand die goede inzet heeft. Vorig jaar heeft ze maar een paar keer gespeeld voor ons. Dus ja, moet je voorstellen dat je 2 weken op de bank zit. Dat is geen pretje, ook voor zo'n speelster niet. Maar zonder morren, zonder problemen, gewoon heerlijk om erbij te hebben. Is dat niet frustrerend om reserve te zijn? Constant stand-by te moeten zijn, maar niet zeker te zijn van het spelen? Nee, ik weet gewoon dat ik ben de derde speelster en... Als er 2 speelsters zijn die gewoon fit zijn en kunnen spelen, dan weet ik dat ik gewoon langs de kant mag zitten en ze aan mag moedigen. Maar ja, ik hou er wel altijd rekening mee voor het geval dat. Alberto is een hele harde werker. Wij noemen hem de good-looking Italian. Het is gewoon een mooie jongen, maar het is ook op het veld, op de baan is het een hele harde werker. Ja, die het menig tegenstander behoorlijk lastig kan maken. Hij heeft alles wel in huis om er wat van te maken. Ja, I'm gonna play against Schurer, Thomas Schurer.
And I know he was much better ranking than now, but he was injured. I know him very well. I know he's really good talent, so it will be a really tough match. But I'm here, so I will do my best. I will try to win, and we will see. Ja, Simone, dat is op zich een apart geval. Simone die kwam vorig jaar voor het eerst. En toen schrok ik me kapot, want ik denk, wat is die man klein? Dat wordt niks. Ik had zelfs geen kleding. Hij heeft alles maatje small. Dat is voor mannen vrij uitzonderlijk. Maar ja, als je hem op de baan ziet, dan denk je, ja, tegenstanders worden absoluut helemaal gek van. Want zo klein als die is, zo snel als die is, dat is schitterend om te zien. Wat kan je, are you gonna do the other days in The Hague? We rest for sure, because after two matches will be tough. And I will enjoy the city and maybe I go to Amsterdam one day that I never was there to see Amsterdam. And after we have to practice also if we want to win in the match. You have an expectation for today. You're going to play Boy Westerhoff. Do you know him? Yes, yeah, I know him. I play him, I don't know, a long time ago, 5 years ago. So it's no reason to say how he's going the match. Today I think it will be a tough match, tough condition, because today is really cold and windy. We will see, it's a really tough match. Als je gaat kijken naar je team, dan zijn het allemaal buitenlanders. Ja, dat is wel waarheid. Ik denk ook dat het ook een aantal jaar zo is dat we wel kijken naar de buitenlanders. We proberen wel het team zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Dus voor de mensen die komen kijken of de achterban zeg maar, van Ammonia is belangrijk, dat het uiteindelijk een gezicht is. En daar slagen we ieder jaar in. Ik denk dat net zo belangrijk is als een Nederlander die of misschien minder inzetbaar is. Of uit wat voor overweging dan niet wil spelen. En ja, als doelstelling willen we gewoon play-offs halen. En dan moet je gewoon spelers hebben die een bepaald niveau hebben. En dat uiteindelijk buitenlanders zijn, ja oké, prima. Ik denk dat de buitenlanders hier zijn die gewoon heel goed met de club omgaan. En ook gewaardeerd worden ook door de club. En ja, ik heb nog heel veel plezier als coach zijn ook met deze spelers te mogen werken. Kijk naar de dames. Jullie hebben een goede dame. Vest naar de launch. Ja, zeer goede dame. Staat in de top 100. En ja, dus staat het hoofdtoernooi van Parijs. Dus die is hier gewoon nog even niet. Ja, kijk, we hebben Vest naar de launch gewoon natuurlijk aan de dameskant. Jarenlang op 1. En die speelt uiteindelijk zich zo ontwikkeld dat hij top 100 staat. Uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon begrijpelijk dat hij uiteindelijk wat minder inzetbaar is. Ik hoop wel dat ze uiteindelijk nog wat gaat spelen. Maar ik denk wel dat ze uiteindelijk de hele competitie niet zal spelen volgens mij. Katalin Morosi, die is er vandaag ook niet, maar is een vaste waarde bij jullie team. Op een gegeven moment zagen we dat ze zo rond de 40 stond. Ze staat nu op 37. Ja, dus op een gegeven moment heb ik gebeld van, joh, wat fantastisch en dit en dat. Ze zei, helemaal goed. Dus het gaat gewoon nog een jaartje door. Ja, nou, dan moet je terugkomen. En dat deed ze graag. Ik vind het wat te ver gaan om nu al te zeggen dat we weer landskampioen moeten worden of willen worden. Natuurlijk willen we het graag, maar ik denk dat je het in twee stappen moet doen. Want ik denk namelijk, de play-offs is gewoon weer een hele nieuwe competitie die gewoon die twee dagen start. Ik denk dat we dit jaar gewoon gaan proberen eerst play-offs en daarna kijken wat we daarvan kunnen maken. Maar heel stiekem hoop ik natuurlijk wel dat we heel ver komen. Verwacht je dan ook dit seizoen, behalve de play-offs, toch weer even een stapje meer? Dus landskampioenschap? Ja, nou goed, kijk, dat is natuurlijk, als je ieder jaar zeggen we halen even een eerste play-offs halen. Dat is op dit mooie park natuurlijk, 8 en 9 juni. Ja, daar willen we gewoon bij zijn. En uiteindelijk als je kampioen kan worden, ja, waarom zou je het nalaten? Ik bedoel, we gaan het absoluut weer voor deze spelers. Die hebben weten, die komen hier en zeggen Mark Paul of Team Lemonia, we gaan alles aan doen om weer voor die titel te spelen. Maar ik ben wel realistisch, we moeten eerst weer play-offs halen. En daarna zullen we weer verder zien.